Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij deze boodschappen shopvlog. Het is weer voor mij zondag. Voor jullie als het goed is vrijdag of zaterdag. En de boodschappen zijn weer binnengekomen. I look like a hot mess. Want het is ondertussen 11:30, maar ik heb echt al 10 uur uitgeslapen. Dus het was echt ontbijt en toen stond hij helemaal over de deur. Als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Er wordt buiten gegrasmaaid. En de kinderen zitten in het zwembad. Dus ik dacht, dat was een mooi momentje om te vloggen. Maar ik hoor heel veel herrie zelf. Dus ik weet niet hoeveel jullie dat horen. Just bear with me. Deze week hebben we van maandag tot vrijdag de kinderen. Dus drie van mijn kinderen. Dus hebben ze maar 4 personen voor het avondeten. En dan het weekend samen met z'n tweeën. En dan eten we natuurlijk ook altijd 1 keer friet met snacks. Alles is eigenlijk gelukt op 2 dingen na. De rucola is vervangen door... Het was eigenlijk een rucola met velsla of zo. Met krulsla. Is alleen rucola geworden. En ik had een Beyond Meat Burger besteld. En dat is een... Nee, dat is gewoon weggelaten. Maar dan hebben ze wel een gratis aanbieding die ik daarvoor kan gebruiken. Dus dat ga ik jullie zo uitleggen. Verder heb ik echt geen bijzonderheden. Het was €139 in totaal. Dat is even leuk om te melden. Gisteren moest mijn vriend heel even naar de supermarkt voor wat boodschappen voor de visite. We krijgen onverwacht. Nou ja, we krijgen niet onverwacht, maar we hebben gisteren besloten dat we vandaag visite krijgen. En dat heb ik natuurlijk niet besteld. Extra's daarvoor. En aangezien ik toch probeer een beetje aan mijn lijn te denken, heb ik überhaupt niet heel veel snacks. Dus eigenlijk naar de supermarkt. Weet je hoe duur dat was? Ja, het is heel duur. Ik kom eigenlijk nooit meer onder de €100. En dat is eigenlijk mijn doel per week. Dus dat heb ik nu opgehoogd naar €125, maar zelfs dat lukt niet meer. Ik heb die boodschappen weer duurder zijn geworden. Dus laat even weten of jullie dat ook zo ervaren. Of dat ik gewoon beter op mijn centjes moet gaan letten. Anywho, dat was het voor de hele lange intro. Als jullie deze video's leuk vinden, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Als ik zo naar dit aardig kijk, heb ik ook niet het idee dat ik voor €139 een boodschap heb besteld. Maar goed, it is what it is. We eten een keertje kaasnietsels met heel veel broccoli en een zakje aardappelkroketjes. Broccoli is echt de favoriete groente van mijn kinderen, dus daar koop ik dan altijd extra van als ik weet dat ze erbij zijn. Want dan is 1 zo'n bol is eigenlijk gewoon niet genoeg, want dat gaat helemaal op en zeggen ze, mag ik nog meer broccoli? En dat is er dan niet. Dus dit is misschien wel een beetje te veel, maar goed, dan lust rondjes ook wel. We eten weer een keertje Mexicaanse bol. Dus tomaatjes, daar zit paprika's in, een komkommertje, daar wordt wat sla bij. Mais heb ik zwarte bonen, er horen nog linzen en kikkererwten in, maar dat heb ik allemaal nog staan. Dus dat is ook allemaal goed. We eten een keertje broodje hamburger met een slaatje. Ik heb voor de rest van het gezin de classic burgers gekocht. Wel 8, is misschien ook een beetje veel, maar ik heb sowieso... Mijn zoon die eet er al 2, mijn partner eet er ook al 2 of 3... En dan hebben we mijn dochter nog. Dus beter te veel als te weinig. Kunnen ze al even voor de volgende dag meenemen. En dan broodje hamburger. Niet genoeg broodjes voor iedereen. Maar dat hoeft ook niet altijd. En deze kreeg ik er dus bij. Want ik had dus de Beyond Meat Burger gekocht. Want die schijnt helemaal de rave te zijn. Maar deze kreeg ik er gratis bij. Dit was zeg maar de nieuwe probeersel. Dit is de best food plant-based kingdom has to offer. En je hebt dus de wheat burger en de wheat dog. Ja. I don't know. Maar goed, ik heb dus nu daar 2. Er zijn er 2 burgers van. Om te proberen. Nou, waar het niet, dan schaadt het niet. Daar kan ik dus gewoon wat van de rucola sla, tomaatje, komkommertje, paprika. Ik zet er altijd gewoon bij. Dus kunnen we zo lekker een broodje maken. We eten een keertje vegetarische lasagne. Dus ik heb lasagnebladen, champignons, courgettes, een beetje worteltje en ook wat tomaten. Kunnen we dat lekker zelf maken. We eten een keertje groene risotto. Dit is echt een receptje van de jaren geleden toen ik echt helemaal veganistisch was. Vond dat super lekker. Dan heb je... hier hoor ik 2 courgettes bij. I don't know. Risotto. Met vegetarische kipreepjes. En daar doe je inderdaad een courgette heel fijn bij. En dan doe ik zelf nog van die tuinertjes bij. Maar again, die heb ik nog in de vriezer. En dan doe je dat zo lekker met... bouillon. En het is echt super romig. Lekker voor de vrijdag dan. Zaterdag eten we altijd friet met snacks. En zondag eten we dan die bonen. Ik weet niet waarom ik hier nog eentje van heb. Of ik het nou voor een tussendoortje nodig heb. Ja of nee. Maar tot nu toe merk ik dat alle vegetarische of veganistische kaas ik niet zo chill vind. Dus ik hou het nog heel even hierbij.
dan maar vegetarisch in plaats van veganistisch. We hebben een extra komkommertje voor mee de trommeltjes in. En daar ook sla. We hebben kleine eierkoekjes en rijstwafels. Mijn dochter vraagt hier al een hele week om. Ik heb ongezouten sojadrink voor bij mijn smoothies. De siroop was op voor die kinderen. We hebben Alpro soja weer voor de smoothies ochtends en voor de kwarkjes. Dit is een beetje mijn terrein van vegetarisch beleg. Dus ik heb weer kipworst. Super lekker, boterhammer super lekker. En deze vind ik ook echt heel erg lekker. De filet américain. En deze is weer nieuw. Tenminste, nieuw voor mij. Dat is paté. Dus dat kunnen we ook proberen. De paté van, heet dat? Kips. Vegetarisch vind ik wel lekker. Dan hebben we, ze hadden geen salami meer, dus het is Brabantse metworst geworden. Schouderham, blikworst en grillworst. Oh, die heb ik niet in. Ja, grillworst. Voor beleg voor bij die kinderen. Ja, er gaat bij ons mega veel beleg doorheen. Maar we hebben straks nog dat we met 4 kinderen aan tafel zitten en ze eten gemiddeld 3 boterhammen met hartig. Dus dan gaat het gewoon heel hard. We hebben geraspte kaas, ook voor de lasagne en de worst. Mozzarella had ik ergens voor nodig. En één voor een tussendoortje of op een crackertje of zo. Roomboter heb ik dan dus voor de rest van het gezin. Crystal Clear, Cola Light Zero Caffeine. Nou heb ik wel weer van allebei 4 besteld. Maar ik merk dat we wat minder frisdrank nu drinken. Want ik heb nog 2 cola en 2 Crystal Clear over. Dus waarschijnlijk heb ik het volgende week niet nodig als we zo doorgaan. We hebben ook weer een gewone kaas voor op de boterhammetjes voor iedereen. Appeltje. Oeh, die is al een beetje klaar ermee. Op een of andere manier heb ik 2 trossen banaan. Maar goed, dat is dan even zo. Ik heb allemaal smeerkaas. Dan heb ik een heleboel koek. Want echt alle schoolkoeken waren op. En deze week zijn de kinderen ook natuurlijk op donderdag en op vrijdag vrij in verband met hemelvaart. En dan gaat het allemaal wat harder. Dus ik heb koekjes voor de koekjesrommel. Ik denk dat we deze erbij gekregen hebben. Of was dat in combinatie met, want het was een aanbieding. 2 voor, tweede voor de halve prijs of zo. Misschien dat dat met Lu en Milka bij elkaar hoort. I don't know. Dus we hebben de mini stars in black and white en in melkchocolade. We hebben de choco wafers en de naturel starch. Deze kreeg ik volgens mij bij, want die is ook nieuw. Zoals een Liga notenreep amandel pinda. Dan hebben ze op mijn werk de Liga kickstart en die vind ik echt nasty. Dus ik weet niet of ik deze zo lekker ga vinden. Deze zat ook in mijn kratje. Dit is een koekje, maar geen idee. Ik heb ook weer chocola om over mijn yoghurtjes heen te raspen. Ik heb nog een halve van die vorige week liggen. Maar dat is die witte, dus die rast niet zo. Die legt dan niet over mijn yoghurtjes heen. We hebben nog mandarijnen, we hebben druiven, we hebben kiwis, we hebben extra notenmix. En we hebben plantaardige, dat kun je een soort giller, maar they're okay. Ze kunnen allemaal stemmen. We hebben boter om mee te bakken. Want omdat we van de week een aantal dagen vrij zijn, dacht ik misschien is het leuk om wat cake te maken. En dit waren de 4 kunnen we die ook testen. En dat was het voor alle boodschappen. Ondertussen is het alweer woensdag en ik kreeg een pakketje van de Body & Fit mee. Dus ik dacht, dat doe ik ook bij deze boodschappenhal. Want het is ook deel van mijn voedingspatroon. Nu heb ik het gisteren besteld, maar ik weet nu eigenlijk van niet meer wat ik allemaal heb besteld. Dus ik ga net zo verrassen als jullie. De Smart Protein Chips, dat klopt. Dit was het gratis cadeau. Als je zoveel geld uitgeeft, dan mag je iets gratis uitzoeken. En ik dacht dat ik op niveau 2 zeg maar, ga per tier, per level. En dat weet ik. Mijn level 2 was bijna hetzelfde als level 1. Ik dacht, dan ga ik niks extra bestellen. Dit is allemaal prima. Dit is 64% minder vet. Het is gewoon een snackje. Ik geef niet zo heel veel om die. Oh ja, vegan protein bites. Dark chocolate raspberry flavor. Ik merk dat ik iets moeite heb om aan voldoende eiwitten te komen. Toen ging ik kijken, hoe komt dat? En dat is omdat de meeste vegetarische beleggen hoog zijn in vetten. Maar niet zo heel erg hoog zijn in eiwitten. Dus bijvoorbeeld vegetarische boterhamworst is, ik geloof, 2 gram eiwitten en 3 gram vet per plakje. Ja, een beetje jammer. Dit, however, is per 100 gram, oh nee, per bite moet ik even doen. Per bite 30 calorieën, eigenlijk 29, vet 0,6. Dan moeten we verder eiwitten 3,1. Dus dit is wel iets betere verhouding.
netjes. Die gaan we proberen. 10 servings. Ik wil dat ik er nog zo eentje moet hebben. Ja, ook in dezelfde smaak. Dus die gaan we dan proberen om af en toe toe te voegen. Zodat mijn eiwitten iets omhoog komen. En het niet zo heel veel vet moet. Maar nee. Om even wat die verhouding daartussen beter wordt. Oh yes, that's what I chose. Dit is de Vegan Perfection Variety Box. Dit heb ik uitgezocht omdat ik heb volgens mij vorige keer de gewone. Dit is Perfection. De gewone had ik volgens mij toen van de Body and Fit eigen merk. En die vanille vond ik echt verranzig geworden. Heel korrelig, heel plakkerig, heel... Ik hoop dat de Perfection beter is, maar daarom wou ik dus niet een volledige verpakking kopen. Van een bepaalde smaak. Dus we hebben chocolate, vanille, cappuccino. Dat zijn drie smaken. Nice. Kunnen we dus proberen. Dus ik heb er nog zo eentje gedaan. Ik weet alleen niet waarom ik het heb. Waarschijnlijk maar twee. Een tweede pak goedkoper was. En ik kan dus niet per se een heel groot pak van het vanille hebben. Dus daar dezelfde smaak in. Chocolate, vanille. Cappuccino. Oké, dus worst case scenario heb ik zeg maar 6 van iedere smaak. Dus dat is oké. En wat ik sowieso wel lekker vind. Dit is ook de mixbox. De Vegan Perfection Bar mixbox. Deze zijn echt briljant. Ik vind deze namelijk zelfs nog lekkerder dan de gewone clean protein of de smart eiwitrepen. En ik doe denk ik 1 keer per dag zo'n reep gewoon om mijn eiwit omhoog te gooien omdat ik het lekker vind. Het is een simpel, eenvoudig tussendoortje. Dus gemiddeld neem ik bijvoorbeeld 's ochtends voor mijn snack 2 stuks fruit. Ik doe zo omdat het niet per se een snack is. En dan doe ik na mijn snack tussen lunch en diner is dan vaak zo eentje. En dan kan ik even nog een stuk fruit erbij doen. Die kunnen we dan weer neer. Dan heb je de keuze uit koffie brownie flavor, salted caramel flavor, cookie and cream flavor en peanut caramel flavor. Eerlijk gezegd kan ik niet vertellen wat het verschil tussen zit. Ik vind ze allemaal hetzelfde smaken. Maar dat maakt niet uit, ze smaken allemaal prima. Dus ik heb er nu 2. Waarschijnlijk omdat het een aanbieding of iets was. Staat het er nog bij waarom het een aantal was? Maar goed, ik kan er dus in ieder geval mee vooruit zetten. Die hier hoeveel in? 12. 24, dus ik kan hier bijna een maandje mee vooruit. Zeg maar, ongeveer. Nog hier erbij. Dus dat. Ik hoop dat ik daar wat hoger in mijn eiwitten kom en wat lager in mijn vet kan blijven zitten. Want nu ga ik vaak echt behoorlijk over mijn vet heen. En dat compenseer ik dan op een of andere manier met mijn eiwitten. En ik denk dat het is omdat ik dus vleesvervangers gebruik. Want ik volg dan dus wel gewoon standaard 1500 calorieën menu. Maar ik kom dus niet uit met de waardes die aangeduid worden. Dus I don't know. Ik denk dat het komt vanwege de vleesvervangers. En dat daar gewoon standaard meer vet in zit. Vind ik op zich ook niet erg, want hoe meer vet, tenminste niet hoe meer vet. Als ik wat meer vet eet dan eiwit of koolhydraten, vind ik het op zich niet erg. Omdat meer vetten tot en met 40% of zo voor vrouwen eigenlijk heel wenselijk is. Dat is beter voor je hormoonregulatie. Maar het moet nou ook niet zo worden dat het ten koste gaat van mijn eiwitten. Inname dat die minder als wenselijk worden. Of minimaal. Dus dat was het voor de Body & Fit Haul. Ik zei, het is wel weer een verscheidenheid aan dingetjes. Ik ben wel heel erg blij dat ze dan toch zo'n wheatburger, ondanks dat ik die had uitgezocht, die er niet was. Dat ze dan toch een gratis product hadden, dat kwam weer lekker uit. En dan geloof ik dat we dat gelijk morgen gaan eten. Dus dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Zeg ook even onderin neer wat we ongeveer per dag gaan eten. Dan zet ik het altijd uit. En ik ga proberen om deze week wat meer foto's te plaatsen. Van hoe het eten eruit ziet. Dus als het niet zo is, geef mij een seintje van hey, doen. Want dan krijg ik het door de week en dan kan ik nog een foto maken of zo. Dat was het voor deze video. Bedankt voor het kijken en wens ik jullie een heel fijn weekend. Doeg! Doei!